ik gestart. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, hè. Voor de stopstreep en mevrouw, als je het maar laat. God, non, de Julia, ga maar aan. Dat ook zo. Maar dat gaan we niet doen. Hoe gaan we dit aanpakken? Klemrijden. Met een puikplan. Stoppen nu. Rijden. Nou, het gevolg van een tank die over je golf heen rijdt, je moet een taxi stelen. Nou, er waren wapens bij betrokken, maar laten we ook wel een beetje een vuurtje één ervan maken. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Livar, en morgen vandaag ga ik op pad met deze zieke Volkswagen Polo Unmarked, gemaakt door Waslijn, shoutout naar hem, te vinden op GTA 5 mod, te vinden in mijn beschrijving. Ja, super vet. Dit is blauw, dan hebben jullie al gezien, hè. Voor de rest zit daar niks op. Sirene natuurlijk, ik weet niet of ik groen had, maar ik ga gewoon. Ik ervaar wel wat problemen in ieder geval met mijn game op dit moment. Dat wil zeggen dat ik soms wat frame drops heb. Ik weet niet of ik dat nu weer heb. En dat kan aan mijzelf liggen, waarschijnlijk wel. Kan ook aan de auto liggen, dat zeg ik niet. Meestal liggen dit soort dingen wel aan mij, hoor. Dat ik zoveel meldingen, packs en zo heb, et cetera. We gaan nu meteen naar een persoon die wordt gezocht voor een drive-by attack. Dat wil zeggen dat je langs een huis of een auto of een persoon die loopt rijdt. En vanuit je raam begint te schieten. Dus ja, dat is redelijk heftig incident. Dat wil zeggen dat wij hem een stopteken gaan geven. Oftewel gewoon blauw aanzetten. Vervolgens, als het tot stilstand komt, als je dat doet, gaan we C. En dan gaan we C omlaag. En we hier wat collega's erbij vragen voor een beter gevecht. Dus OC 12-1 bij deze beter gevecht. Drive-by attack shooter gebeuren. Voor een verdachte liquidatie, zullen we maar noemen. Vito naast mij stop, stap uit en de beter gevecht meteen gestart. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, hè. Handen omhoog. SC schoten geloof op verdachte, wil niet zijn handen omhoog doen, wil niet meewerken. Omhoog! Ze is ook raakt. Mensen rijden er gewoon doorheen. BTV-procedure blijft doorgaan, ik weet niet of er nog overige inzittenden in het voertuig zitten. Die mogen zich nu zelf bekendmaken. Niemand in het voertuig, kofferbak maken we zo open, klik, klak, niemand in het voertuig. Wapens bergen, verdachte aangehouden, voertuig afgesleept. En we gaan door. Als oh, ik heb hem opgedrukt, dat wil ik niet. Bergingsbedrijf, transportje. Zo. Verjeer hem nog even voordat hij iets bij heeft. Even opstaan. En nog even snel, ik hoop dat het goed gaat. Even verjeer. Omdraaien. Armen spreiden. Nou, dat kun je niet. Wauw, wat gemeen van mij. Zelfs als je iemand die geen handen maar heeft een hand wilt geven. Zo van hallo. Of iemand die niks kan zien zeggen, kun je dit zien? Nou, dat is per ongeluk. Sorry mensen. Niet zo, hallo, even rustig aan. BTV is succesvol, en natuurlijk is dat succesvol, want ja, Wim natuurlijk. Hè. Dikke oude hier, is dat een RS7 of een S? Oeh, hij is snel. Even in de gaten houden, die weet natuurlijk niet dat ik politie ben. Natuurlijk weet hij dat wel, maar ik stond daarna met een blauw pitje iemand de BTGV procedure. Ik geloof dat daar stopstreep negeer. Hij trekt lekker snel op. Stopstreep negeren, stopsteep betekent boem, stilstaan en rijden. Dat doe ik zelf ook niet altijd in GTA en thuis ook niet, of in het echt ook niet. Maar ja, soms kom je op zo'n kruis, zie je hier gewoon al, ja, ik kan hier doorrijden, want er komt niemand. Hij rijdt ook een rondje. Dat is een beetje raar. Oh, ik heb gemist. No 1099 hoorde ik geloof. Dus daar is niks meer dan. Nu doet hij het bijna. Wat gaan we nou allemaal doen? Hij heeft misschien wel een beetje door. Ik is deze ook. Ja, goed.
mag er niet vandoor gaan trouwens, want een snelle bak. RS7 geloof ik. Hè? Yeah, Mr. Reynolds, ja. Is helemaal. Goeiedag, hallo. Ik ben nu toevallig aan het zoeken, want ik ben steeds rondjes hier aan het rijden. Nee, oké, mag even een ID voor me, of rijbewijs, sorry. Oké, die is ingenomen, dat wist u. Dus ik mag niet verder rijden. Ik mag daarom even voor mij uitstappen. Daar krijgt u namelijk wel een bekeuring voor. Wat ga ik doen? Nee, ik wil gewoon. Oké, even kijken. Nee, dit gaat verkeerd. Ik kan nog geen bekeuring geven. Goed, ik heb je ID. Bekeuringen komen op jouw naam thuis gestuurd. Dat is voor de stopstreep. En voor... Zeg net dat ik dronken ben. En voor de... You're dreaming. Ah, oh, dreaming. Oké. Okay. Voor de stopstreep en mevrouw, als je het maar laat. Godnonde, Julia gaat mijn auto jatten. Dat dacht ik al. Maar dat gaan we niet doen. Want die zit op slot. Police, stop op knieën. What the hell you're doing? Somebody help me. Somebody help me. Jij had een politieauto. Doe even normaal, joh. Mevrouw, die van u wordt thuisgestuurd. En die voor de stopstreep en rijden op een voorlopig rijbewijs mag niet verder rijden. Dus dat gaat u natuurlijk ook niet doen. Oh, wat hebben we nu al gedaan? ID heb ik al, had ik al. Dat is verhoord. Oké, dankjewel. Hallo. Wat is dit nou allemaal? Waarom kan ik niks? Warning, question, pat down, breathe on it works. Nee, ik kan dus echt geen bekeuring geven. Goed. Mag verder. En liever niet in de auto, maar ja, als ze wel instapt, dan is het... Ze stapt niet verder. Dus ze gaat iemand bellen om haar auto op te halen. En dan komen twee meldingen tegelijk binnen. Eén van een achtervolging van een tank en eentje van een ambulance. En ik heb die van de tank aangenomen. Oh god. Hoe gaan we dit aanpakken? Klemrijden. Een puikplan. Een putje geven. Nee, dat gaat niet werken. Oh, ik zit vast. Nee. Dit is heel dom, want hij stopt geloof ik. Oh, hij stopt, alhoewel. Nee, die stopt niet. Ja, hij stopt wel. Nee, nu is het klaar. Oké, okay. Hij stopt niet. Wat doet die tiran nou weer? Ja, wat moet je hier nou mee doen? Je kunt geen spijkermat neergooien. Ook al heb ik die niet. Maar dat kan sowieso dus niet. Nee, ik weet hoe ik... Oh ja, nee, dat gaat helpen. Ik weet hoe ik het moet gaan aanpakken. Maar wanneer het juiste moment ervoor is... Dat is natuurlijk een andere vraag. Hij moet namelijk erop springen en in dat... hokje daar zo links voor, hier zo links voor, moet ik hem eruit trekken en misschien lukt mij dat nu. Ja, dat lukt mij nu. Oh, bijna. Ah nee, daar gaat alles om poffen nu. En inclusief mijn golf, als ik daar nu niet instap. Vlucht, zet hem meteen in zijn draai, achteraan, nee, is vooruit, is voor. Ah, oké, okay, sorry. Voor mij gescheld. Daar wordt de brandweer naartoe gestuurd. Mijn golf ziet er nog redelijk goed uit. Ah, ja. Hebben we nog een vehicle command aan of niet? Ik denk het niet. Nee. Stoppen nu. Ah nee. Rijden. Wim, rijden.
pot non is u. Oké, stoppen, uitstappen, politie, ik vorder bij deze voertuig. Ik weet niet of je het wilt of niet, maar ik vorder hem met... Nee, stoppen! Oké, stoppen, politie, ik vorder bij deze voertuig. Beter zijn die taxis een beetje snel. Wel een lekker geluidje, dat wel. Je moet de eenheidjes bij gaan roepen, maar dat gaat natuurlijk ook niet goed. Nou, het gevolg van een tank die over je golf heen rijdt, je moet een taxi stelen. Call just came in. Who wants to do a pick-up right now? Ik kan geen pick-up op dit moment doen. Ze vroegen via de radio of iemand een persoon kan oppikken ergens. Misschien de taxichauffeur die een taxi belde omdat iemand zijn taxi had gestolen. Nu is het klaar, hè? Hoppa, klap op je kop. Een vrouw! Oh, de trap, boom! Je hebt mijn golfje gesloopt. Shit. Stoppen. Staan blijven. Ik klap je. Voila. Ik gooi je in de water. Ja, deze is je pakken. Dat is ook zielig om meteen mijn vuurwapen op. Zij voor niet op mij geschoten, dan schiet ik gewoon niet op haar. Hè. Dat is wel zo, zo netjes. Ik weet niet hoe je aan de tank komt. In ieder geval, het leger zal blij zijn dat je hem terug hebt. Je ogen zien er erg rood uit. Ik denk dat je onder invloed bent van cannabis. Niks. Gewoon smullen houden, dan ga ik vanzelf. Wat ik nu heel graag wil zien, is wat er gebeurt als ik deze laat afslepen. Ja, dat dacht ik al. Oh. Nou, dat is handig. Goed bezig. Ik ben de broertje niet, dus ik ga dus een taxichauffeur zijn auto terugbrengen. Mijn vrouw is aangehouden. Ik heb trouwens niet door gefouilleerd. Zou zomaar kunnen tot ze daar nog vijf handgranaten laten ontploffen, want ja... Het, als je een tank kunt stelen kun je ook wel handgranaten stelen, lijkt me wat makkelijke handgranaten. Nou weet je wat? Nee, sorry, kan niet. Ik zet hem wel lekker hier neer en iemand anders mag taxichauffeur spelen. En gelukkig hebben wij het voordeel van een trainer. En doe je zo en dan doe je zo en dan doe je zo en dan heb je weer je eigen golfje. En die zal niet ver weg van hier zijn. Ah, toch wel. Ah, nee, toch niet. We gaan eens kijken hier. En hold up. Ik neem het even letterlijk. Hier wordt iemand opgehouden. Door iemand met een vuurwapen. Dat moeten we niet hebben, hè. Oh, dat is het deze. Politie, handen omhoog. LSPD, don't make me shoot you. Hallo? Oh, oh. Hoppa. Wat? Wat te vallen? Hallo, ik... Ja, goed zo, man. Oh, ik ben geraakt. Oh, what the fuck? Dat is natuurlijk van die... Hoe kan dat allemaal? Ja, dat zal wel van het ongeval zijn geweest met die tank, maar... Voor de rest... Je bent aangehouden voor overval met een dodelijk wapen... Of met een verboden wapen. Verboden wapen zit, komt er ook nog bij. Even fouilleren, omdat ik weet niet of je nog verder dingen bij hebt. Kun je me beter zeggen voordat ik mezelf bezeer. Zo, ik heb verder niks gevonden. Ja, transport je deze kan op en dan gaan we hier door. Achteruit draaien we om. Kijk, Wim eens dansen in zijn auto dan. Oh, dat is die hebben we al gehad, denk ik. Maar goed, we nemen hem nog eens aan. Ja, die heb ik al gehad. Excuse me, you've reached 911. Yes, I know. Oh, and two cans of soda. Ma'am, do you have an emergency? Yes, I do. And you can't talk about it because of someone in the room? Yes, exactly. Are there any weapons in the house? Yes. Do you also need medical attention? Is somebody hurt? Yes. Do you know how long it will be? I have an officer about a mile away. I'll send it right away. Yes, please. Can you stay on the line with me? No, thanks. I hope we'll get here soon. All right, the officers are coming.
Oké. Melding van huiselijk geweld. Kom. Daar, ja, dat klonk toch wel ernstig. We hebben de 1-2 melding even geluisterd, meegeluisterd. Een mevrouw die belt 1-2 omdat ze pizza wil bestellen. De centralist meldkamer geeft aan van hey, maar je belt 1-2, weet je dat? Mevrouw zegt ja, dat weet ik. Nou, de meldkamer gaat doorvragen even, is er een noodgeval dan? Zegt ze ook ja. Zegt hij van oké, en kun je er niet over praten omdat er iemand in de ruimte aanwezig is? Zegt ze ook ja. Nou, er waren wapens bij betrokken, vandaar dat ik ook wel een beetje priootje 1 ervan maak. En voor de rest kon ze niet aan de telefoon blijven. Ja, omdat er natuurlijk iemand aanwezig bij haar is. Dat is wel een handige tip als je ooit dus... ja, van dezelfde wel wat je opgehaald, ik hoop het niet. Dat als je hier in Nederland 112 belt van, oh, ik wil een pizza bestellen. Dan zeggen ze ook, een pizza, maar je belt 112. Dan zeg je, ja, dat weet ik. En dan hopelijk tot ze wel doorvragen. Maar voor hetzelfde wil zeggen ze, hey, verkeerd verbonden, ik hang op, want er zijn andere mensen met een echt noodgeval. Maar dan kun je misschien heel snel zeggen, ja, maar ik ook. Snap je? Ik verzin maar iets. Maar ja. Het zou hier zijn. Eens kijken of die poort... Nou, ik pak het hekje wel. Ping. Kom. Klop, klop, klop. Hallo. Ik ben nu degene die 1-2 heeft gebeld. Ja, hij is in de woonkamer. Hij begint te schreeuwen. Hij is dronken en hij draagt meestal een wapen bij zich. Oké, dankjewel. Goedendag, politie. Handen laten zien. Ja, rustig aan. Ik ga even niet vertalen wat hier allemaal... Goed, ik wil gewoon dat je handen laten zien, oké? Zo. Daarom dat ik niet alles ging vertalen. Dat heb ik de vorige keer gedaan. Nu ging het ook een fout. Ik had ik ook alweer een vest moeten aan. Dat is helemaal mijn fout, dat weet ik. Anyways, wat hier gebeurde is... ik kwam binnen. Hij vroeg natuurlijk van waar is Lia en wat doe ik hier? Lia is zijn vriendin dan blijven. Of in dit geval zijn ex. Of ja, weduwe, weet ik het. ik heb gezegd van kreeg mij aan mijn huiselijk geweld, bla 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 bla, was hij niet mee eens. Ik zeg, ik ga het een en ander met je doen. En toen zei hij, nee, het trok die vuurwapen, toen schoot ik terug. Maar ik ben wel flink geraakt. Maar goed, de man is uit, want hij rent nog, hij springt nog. Dus Wim is helemaal ongedeerd. En jij bent dood. En wij zullen nog één melkje pakken, en dat is weer goed geweest voor vandaag, denk ik. Zo. Dus, ik ga wel even wat schoner maken, mijzelf dan. Zo. Kijk Wim weer breed lopen dan, jongen, niet normaal joh. Kijk hem breed lopen dan. Kijk dan. Waarom loop je zo breed? Hè? Waarom loop je zo breed? Nou, we zien het wel. We gaan door naar de laatste voor vandaag. Ik heb geen idee hoe lang ik al bezig ben, maar het is alweer bijna 6 uur 's avonds voor mij dan. Dus het wordt ook weer etenstijd, et cetera. Leaving, ja nu al, hallo. Ik kan zo snel niet zijn. Nou, achtervolg de voet. Collega's hier komen toe. Jullie staan hier nog steeds wat van die BTGV. Staan blijven! Waar is die collega dan? Stoppen. Kom hier. Je gaat toch niet doorrennen. Ja, idiootje. Waar is die collega dan die het meldde? Nou, in ieder geval. Eén verdachte aangehouden.
wat is iets met deze auto aan doen? Assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in the GWC Engulfing Society. 12:05, ik ben onderweg. Ik ga het volgende keer spoor. 2/8/9 staat op de naam van Ben, hij is in ieder geval niet Ben. Oké, goed. Hij is aangehouden, ik heb hem weer niet gefouilleerd, ik vergeet steeds mensen te fouilleren. In ieder geval, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden, ik hoop dat jullie over 2 dagen natuurlijk weer zien. Laat maar even weten wat je van de auto vond en over 2 dagen komt online als Lime dood, ik weet niet. Jullie zien het wel. Tot dan. I ain't feeling lonely, in a morning made it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Amplified. I've seen to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes.